Ja, een applaus lijkt me op zijn plaats in eerste instantie. Dan de overgang van Go Ahead Eagles naar ADO Den Haag en bij de eerste beste wedstrijd man of the match. Dankjewel. En dan afgelopen zaterdag een zaadpartij voor je welste tegen uitgerekend Go Ahead Eagles. Hoe zit je in het verhaal? Ja, laat duidelijk zijn dat het wat hectische dagen, weken zijn geweest voor mij. En, neem niet weg dat ik wel blij ben dat ik de stap heb mogen maken naar ADO Den Haag. Na wat persoonlijke dingetjes zeg maar, bij Go Ahead, maar we moeten niet door de toekomst in en het verleden is verleden laten, zeg maar. Dus mijn focus ligt nu op ADO en aankomende zondag Feyenoord, dus Het was bij mij en anderen bekend dat jij populair was in Deventer. Dat zal na zaterdag nog vele malen meer zijn geworden, schat ik in. Nou ja, ik ben goed ontvangen door de supporters. Het was wederzijds, zeg maar, het gevoel is altijd goed geweest. Daar heb ik het zeker niet aan gelegen, zeg maar. De meeste mensen kennen het verhaal wel, dus daar hoef ik ook niet te veel op in te gaan, denk ik. En ik moest gewoon aan mezelf denken. Ik denk dat ik de kans mede door Jeffrey heb gekregen om ADO nu mijn ding gewoon weer te kunnen gaan doen. En ze moeten gewoon in de Eredivisie blijven en dan probeer ik gewoon zo belangrijk mogelijk in te wezen. Ja, heel opvallend natuurlijk, binnen no time 3 Leidse musketeers opeens bij het ADO-stadion. En dat voelt wel heel raar aan, maar dat moet voor jou wel een heerlijk gevoel zijn om met een aantal jongens uit je eigen stad, zeg maar, te gaan werken. Nee, absoluut. Het gevoel was, we hadden een gesprek gehad, Jeffrey en ik. En het gevoel was heel goed. En uiteindelijk werd de trainer ontslagen en kreeg ik te horen dat Alfons het werd. En Alfons kon ik zelf persoonlijk ook best wel goed, dus dat is sowieso wel fijn. Neem niet weg dat hij in de loop van mijn carrière altijd een adviserende rol heb gehad en altijd wel kritisch naar me is geweest, in positieve zin natuurlijk. Maar ik weet wat ik aan Groenendijk heb en dat zal nu niet veranderen. En neem niet weg dat we niet zo lang meer hebben. Dat moet nu wel gaan gebeuren en we moeten de juiste poppetjes op de juiste plek zien te krijgen. En dan moeten we de punten binnen gaan slepen, zeg maar. Ik wens je in ieder geval aanstaande zondag heel veel succes tegen Feyenoord. Voor mij speel je in dijk van de wedstrijd. Laat het 4-5 worden, prima. Dan geef ik jou een hand en ze niks aan de hand. En je weet erop, pak je gewoon punten. Laat het zo maar spreken. Ik hoop net andersom, zeg maar. Goed, Randy doet de loting helaas niet. Gaat